stellen ze dus hun verhaal en zetten ze hun territorium af. Dus gespecialiseerd op geur. Nou, we hebben in totaal. Je kan een kindje, hè? Zie dat wij niet geleerd hebben aan hem. Maar dat doen ze van nature ook. Het is heel belangrijk in het wild dat ze dit ook kunnen. Dat zal ik zo meteen nog meer over vertellen. Kijk ook nog wel. Nou, ik zei net al half apen. Dat betekent niet dat ze half apen en half iets anders zijn. De stokstaart, een wasbeertje. Het zijn echte apen. Zoals ik net al zei, ze komen van het eiland Madagaskar. En daar hebben ze dus wat minder hoeven ontwikkelen. Dus even leren dan dat de apen op het vasteland hebben gedaan. Ja, ze zien er ook wat anders uit. Hè. Ze maken wat andere geluiden. En dat betekent ook allemaal wat anders. En dan verstaan ze ook onder elkaar. Ja, de knarmee, ja. Dus je hebt bijvoorbeeld een geluidje voor gevaar wat van bovenaf komt. En een ander geluidje voor gevaar wat van de grond afkomt. En zo weten ze precies hoe ze daarop moeten reageren. Maar dus die geur is hun specialiteit. En misschien lopen jullie al heel even in het gebied en hebben jullie de restart maar iets. En wel met hun billen tegen een tak aan zien wrijven. Nou, het is niet omdat ze jeuk hebben, maar... Vroeger heeft mijn grootste vastgezeten.